Ik ben Michael Kalder. Ik werk nu 4 jaar bij Linthorst en momenteel ben ik werkzaam als service technicus. Nou, in principe als service technicus zijnde ben je verantwoordelijk voor de installatie. Dus dan, als je bijvoorbeeld onderhoud doet, dan controleer je of de installatie er goed uitziet, of alles goed functioneert. Wat er ook onder valt is dat je storingen oplost. Het zijn klachten van warm water of cv of iets dergelijks. Nou, dan staan jou om uit te zoeken van hè, waar komt de storing vandaan, wat is de oorzaak en hoe kunnen we dat oplossen. Nou, soms dan ben ik ook gewoon een week lang bij een klus om onderhoud te doen. Maar soms ook dan ben ik de hele week bezig met storingen en dan is het gewoon heel verschillend. Het ene moment ben je een koksmuts uit een ventilator aan het halen en het andere moment sta je voor een ketel die het gewoon opgegeven heeft. Het mooiste is soms de waardering die je ervoor terugkrijgt van de mensen die daar wonen. Die zijn je soms zo ja, ontzettend dankbaar. Dat is gewoon echt leuk om mee te maken. En groeimogelijkheden bij Linthorst zijn heel groot. Ik had alleen een niveau 2 diploma voor Elektra. En onderhand heb ik niveau 3, 4 allemaal gedaan en een hele hoop cursussen erbij. En momenteel volg ik ook nog steeds cursussen via Linthorst. Dus de groeimogelijkheden zijn echt heel groot.